Schat, ik ga verf kopen. Ja? Ik ga ervan uit dat ik met de perfecte kleur thuis kom. Ik ga er ook vanuit. Ja. Meneer, ga mij helpen. De afgelopen weken kwam Nicole altijd iets te joviaal met een paar blikken verf aan. Die niet van de standaard bouwmarkt kwam. En die kleuren pakten altijd heel goed uit in de ruimte. Dan dacht ik, als ik nou een hoorn ben, dan ga ik gewoon naar de winkel. Want dan moet het goed komen. Goedemorgen. Hallo, ik ben Sanne. Hallo. Zo, dus hier komt alle mooie verf vandaan van Johan en Nicole. Ik heb wat foto's bij me van de keuken. Een heel belangrijk element waar we rekening mee moeten houden. Dat zijn de tegeltjes. Als ik die foto's zo zie van de tegel... Mijn eerste ingeving eigenlijk, die gaat direct naar een zink. Ja, ik had zelf in mijn hoofd een lichtgrijze kleur. Maar ik dacht, ik laat hem eerst uiteraard met advies komen. Is het niet te donker? Op het staaltje lijkt het altijd donkerder dan de werkelijkheid. Okay. Hij zal het wel weten. Dus dit wordt hem. Hiermee gaan we naar de volgende ronde komen, hopelijk. Die is wel goed. Vind je niet? Ja, echt. Goeie keuken. Gewaagde kleur vind ik sowieso om in een keuken te gebruiken. Ja, het is niet makkelijk zwart. Toch? En dan maar in zo'n huis als dit. Ja, precies. Ik vind het heel stoer gedaan. Ja. Ik vind het geel ook echt heel leuk met die tegeltjes. Het is natuurlijk een beetje een ouderwets tegeltje. Maar ik vind dat die met die stoel wordt die niet al bollig. Weet je? Dus... Het matcht perfect. Ja. Ik heb wel het idee dat zij wel wisten hoe ze dit moesten doen. De juiste balans. Nou ja, het zijn goede keuzes. Het is wel heel mooi, maar het is ook een beetje voorzichtig gebleven. Want bijvoorbeeld die wand erachter, het is natuurlijk allemaal geschilderd. Ja. Maar als daar nou bijvoorbeeld nog even tegels zaten of zo. Ja, maar dat vind ik weer niet erg. Nee? Nee. Sanne en Joram, we komen hier echt een fantastische keuken binnen. Ik vind hem echt heel erg goed gelukt. Met de tafel zo in het midden en die twee grote keukenmeubelen aan de wanden. Ik vind de kleur ook heel erg goed gekozen. Voor mij een 7,5. Sanne en Joram, ik vind het perfect hoe jullie die balans hebben weten te vinden... in die moeilijke opdracht van die verschillende mix van stijlen. Hartstikke goed gedaan. Ik mis wat styling op het keukenblad, dus was een beetje leeg. Maar al met al echt een hele goede keuken. Jullie krijgen een 8,5.